Dus ja, the show must go on. Ja, maar ik denk wel dat we mensen echt een beetje een kijkje achter de lach hebben kunnen geven. Een kijkje in hoe je nou wordt zoals wij dan zijn geworden. En dat dat niet opeens een dag was waarop je wakker werd en dacht: oh ja, nou, laat ik gewoon eens doodgaan. Dat vind ik wel leuk. Ja, nee, als dat zo zou zijn, dan werd het een gekke wereld. Ja, ik las vandaag en daar schrok ik best wel van dat het in de gedachten van mensen leeft dat je zeg maar euthanasie verkiest omdat je teleurgesteld bent in het leven omdat het je geen geluk brengt. Wauw. De grootste misvatting ever. In ieder geval in mijn beleving is dat zo. Ik heb een doodswens. Ik ook. Ik ben Isabelle Akkers. En ik ben Hansje Kok. En wij hebben het in de podcast over de wens voor euthanasie bij psychisch lijden. We willen het taboe doorbreken om hier openlijk over te praten. En gaan ook in gesprek met anderen over dit onderwerp. Wij brengen ons rauwe verhaal en je kan ons ook persoonlijk volgen. Dus leef met ons mee en draag met ons samen uit de wens dat euthanasie bij psychisch lijden net zo normaal wordt als bij lichamelijk lijden. Live it. Daar zijn we. Wij gaan vandaag een podcast opnemen. En die podcast die wij gaan opnemen, die vind ik, zoals je kan horen, mijn stem best een beetje spannend. En dat heeft te maken, niet omdat we vandaag een daggast hebben, maar wij zijn elkaars gast. Exacto mundo. En we hebben afgesproken met elkaar dat we elke vraag die we willen stellen aan elkaar gesteld mag worden. Ik neem wel de, zeg maar, in die zin de vrijheid om dan te zeggen: nou, dit ga ik maar tot een bepaalde hoogte beantwoorden. Dat zal Isabel ook doen. Ja. Want het is niet zo dat we hier per se moeten presteren of zo. Dat is het niet. Maar we hebben toch wel heel veel vragen gehad van: hoe is dat nou om te leven in jouw wereld? En ja, hoe kunnen we daar het beste achter komen door elkaar gewoon vragen te stellen van: hoe doe jij dat dan? En hoe ga jij daarmee om? En hoe fucking vervelend is het eigenlijk in onze wereld? Want van buitenaf gezien valt het eigenlijk allemaal best mee. Precies. Ja. Ja. Nou, Dus. we hadden net al even in ons voorgesprekje, toen hadden we het over jouw flauwvallen. dus ik ben wel benieuwd eigenlijk van hoe ga jij daarmee om? Want hè, je moet uiteindelijk, at some point spreek je af met mensen, hè, je gaat eruit. Ik bedoel, je bent ook nog, hè, je bent geen robot, je leeft nog en je hebt nog dingen die je wil doen. Maar het risico dat je dan zomaar, hè, plat ligt is dus ook aanwezig. Hoe kun je daar iets over vertellen? Ja, op een gegeven moment, ik denk dat dat nu 1,5 jaar geleden was, dat ik voor het eerst eigenlijk door middel van aanraking voelde dat ik wegtrok. En ik dacht, dat is ook heel vreemd en heel raar. En dat ik echt, mensen die dissociëren, die kennen dat misschien wel, dat je meteen achter een soort van mist wordt getrokken. En ik kwam daar eigenlijk niet meer uit. Maar dat duurde dan ook lang en ik had dat al best wel lang gehad al. Dat ik op deze manier reageerde. Maar op dat moment was het zodanig dat ik eigenlijk dat het gewoon een soort van zwart werd. En toen op een gegeven moment was het ook over en klaar. Toen was ik flauw gevallen. Ik had echt zoiets van oké. En mijn lijf heeft bedacht dat dit dus een hele goede manier is om te gaan met onverwachte aanrakingen. Dus iedere keer wanneer ik nu word aangeraakt en voorheen was het gewoon, ja, als je mijn armen aanraakt of mijn benen, dan viel het allemaal nog wel mee. Dan kon ik het eigenlijk nog wel een soort van tegenhouden. Dan had ik echt zoiets van, oh ja, nee, oké. Dit is iemand die ik ken, dat is oké. Weet je wel, dat is mijn arm, dat is mijn been, dat kan allemaal wel. Maar inmiddels is de nuance er best wel uit. En ja, mijn lijf valt gewoon flauw op het moment dat je het aanraakt. En dat is gewoon ongelooflijk ingewikkeld. En hoe ga ik dan de deur uit? Ja, best wel met veel stress. Want het is niet zozeer. Ik heb wel gezegd, ik wil nooit
En daar heb ik me eigenlijk altijd wel aan gehouden. Ik wil nooit dat een ziekte mij beperkt. Dus dat betekent dat ik wel keuzes maak, maar niet de beperking opzoek. Dus dat als jij mij uitnodigt om naar jou toe te komen en er zijn mogelijkheden dat mensen mij gaan aanraken en ik wil daar zijn, dan kies ik ervoor dat dat kan gebeuren. En ik calculeer dat in dat het gebeurt. Ik bedoel, mensen zetten er tegenwoordig nog wel eens, zeg maar, zo'n, hoe noem je dat? Zo'n teller op. Dan zeggen ze, oh, je gaat daar naartoe. Oké, ik denk 3 keer. Nee, ik denk 2 keer. Nee. Dus weet je, ja, de humor erin helpt natuurlijk ook enorm. Is het fijn? Nee, het is echt, het is heel walgelijk. Want je trekt weg uit jezelf. En zoals ik al vertelde, als je flauw valt, dan is het eigenlijk, je ziet zwart voor je ogen, je valt weg, je komt bij, je weet eigenlijk alles nog. En dat is bij mij ook niet het geval. Ik weet ook niet alles meer. Ik voel dat ik wegtrek, dus ik word echt een soort van naar achter getrokken in mezelf. Het is ook meer een dissociatievorm dan dat het wat mij betreft echt flauwvallen is. Alleen ik kan dat niet, het is not sustainable. Dus ik krijg het niet onder controle en dan val ik ook weg. En dan ben ik dus inderdaad flauwgevallen, maar ik kom ook lastig daaruit. Dus ik weet op een gegeven moment wel dat ik weer een soort van bij ben. En weet ik ook wel wie er om me heen zijn. Maar dan heb ik echt nog wel bijna een half uur nodig om weer echt helemaal een soort van hier en nu te zijn. Want zo lang werkt dat dus nog door. Dus het is in dat opzicht echt wel een heel ingewikkeld dingetje om op dit moment te hebben. En nou hebben ze wel bedacht dat daar misschien een therapie voor is. Maar die therapie, ik geloof dat ik daar niet zo in geloof in die therapie. Omdat het heel erg ervan uitgaat dat het een spel is van de bloeddruk in mijn systeem. Dat het wordt vergeleken met mensen die dus prikangst hebben en daardoor flauw vallen. Of bloed zien en daardoor flauw vallen. En ik weet niet of dat op die manier in mijn systeem werkt. Ik heb eerder het idee dat het echt een spel van dissociatie is in mij wat gespeeld wordt. En het heeft zulke linken aan de traumatische gebeurtenissen in mijn leven. Dat ook heel vaak gaat het ook wel weer gepaard met een tijdje daarna met heel veel herbelevingen. Oh, vervelend. Ja, aanraking is, wat mij betreft, daarom beschermt mijn lijf er ook tegen, is niet altijd op een positieve manier geweest in mijn leven. Maar heb je dat dan ook, gewoon even voor de luisteraars, want ik weet het antwoord al, maar goed, heb je dat dan ook bij familie en vrienden? Ik heb zeg maar, ik heb een aantal mensen die mij kunnen aanraken. Die zitten zeg maar in de, ik weet het niet, de zone van, ja, dat kan. Ik heb heel hard gevochten om mijn kinderen daarin te kunnen krijgen. Heel veel EMDR-therapie heb ik dat nog gedaan. Maar ja, ik kan niet voor elke vriend en vriendin die ik heb een hele EMDR-sessie gaan starten. Om het zo te zeggen, om die iedere keer weer in die sociale kring te krijgen. Dus dat wordt een beetje een ingewikkelde therapie, denk ik. Ja. Maar ja, dus ik heb mijn kinderen terug kunnen krijgen en mijn man, zeg maar, voor een deel. Mijn moeder en mijn vader ook wel voor een soort van deel. Ik moet heel erg oppassen daarin. Dan moet ik echt weten, oh, dit gaat nu gebeuren. Dan kan ik noem dat altijd mijn lichtknopje. Dus als ik ook, ik kan een mens een hand geven. Dus dan, weet je wel, dan weet ik dat die hand gaat komen. En zodra die hand mijn hand raakt, gaat er bij mij een lichtknopje uit. En dan weet ik ook ongeveer, nu is die hand weg. En dan gaat het lichtknopje weer aan. Dus ik maak heel snel een dissociatie aan om dat aan te kunnen. Wauw. Ja. Nou, maar soms zie je de hand niet aankomen. En als je de hand niet aan ziet komen, dan heb je dus inderdaad dat ik dus de ene moment, ik denk ook wel dat het een beetje te maken heeft met hoe krachtig ik in mijn leven zit en in mijn vel op dat moment. Maar het is ook gewoon, als het heel onverwachts gebeurt, is het gewoon, dan ben ik gewoon oud. Dan is het gewoon klabam. Dus. Zo. Ja. En want jij zegt het is meer dissociatie dan flauwvallen, maar het is toch wel interessant om te weten hoe dat dan werkt. Want als het meer dat is, ze zeggen na flauwvallen word je meestal kotsmisselijk, of heb je dat dan niet?
Ja, dat heb ik ook. Toch wel. Ja, want er zit ook een fysieke component natuurlijk in, die gaat er wel in mee. Ja, uiteraard. Ja. Ja. En dan lig je daar en op een gegeven moment kom je weer terug, langzaam. Ja. Wat moeten mensen op dat moment, of wat kunnen ze doen om jou, ja, dat, hè, in dat 1,5 uurtje comfortabel te laten zijn? Want ik vermoed niet dat ze je sneller dat proces door kunnen laten lopen. Dat zal wel eens een eigen tijd nodig hebben, maar wat kunnen ze doen? Nou ja, ze kunnen natuurlijk me gaan aanraken en dan duurt het langer. Ja. Hey, Hansje, hoe is het nou met je? Ja, ik heb het wel gehad hoor, dat mensen echt dachten dat dat hielp en dat ik dan vervolgens weer onderuit ging. Okay, dus dat moeten we dus vooral niet doen. Nee, gewoon laat me maar gaan. Meestal zoek ik heel even buiten op. Ik heb een bepaald handgebaar geleerd. Dat zorgt ervoor dat ik mijn dissociatie iets minder, dat ik iets dichter bij mezelf weer kom in plaats van in die dissociatie blijf. En meestal, weet je, je zult het op een gegeven moment wel merken. Dan staan mijn ogen op een gegeven moment weer iets meer gericht op. Hallo, ik ben er weer. Ja, precies. Dat verschil is wel duidelijk merkbaar dan. Het verschil is wel duidelijk merkbaar. En aan de andere kant ook niet, want ik denk dan altijd dat alles van mij af te lezen is. Ik denk dat jij die ook wel kent. Want hoe goed leesbaar zijn wij voor anderen? Vind ik ook wel een leuke vraag om over te geven aan jou. Hoe goed leesbaar ben jij als jij niet lekker in je vel zit, eigenlijk enorm in je dwang zit? Kunnen mensen dat aan jou zien? Ja, soms heel duidelijk. Ik bedoel, die momenten zijn er ook echt wel. Dat het gewoon, ja, dan ben ik gewoon, hè, dan kan je letterlijk het verdriet en de pijn op mijn gezicht wel terugzien. Of ik haal huiltranen met tuiten. Dan is het ook wel duidelijk. Maar er zijn ook echt zat momenten die niet obvious zijn. Want ik heb natuurlijk de afgelopen maanden superveel gedanst in de dansschool. En hè, iedereen of het gros van die mensen dacht altijd maar: hé! Hey, er is dat vrolijke meisje en ja, ze lacht altijd zo leuk en ze heeft het echt naar de zin en hè, dat soort opmerkingen. En van het gaat wel goed met je, hè, ook echt. En dat ze vonden dat ik straalde. En dan denk ik van ja, ik dacht dan vaak bij mezelf, je moest nou eens weten waar ik dan nu weer in zat. Want ik zat of dan in een enorme dip of gewoon een depressie. Of ik zat dwangmatig weer in mijn hoofd. En dan dacht iedereen dat ik gewoon heel onbezonnen, of hoe noem je dat? Heel onbevangen aan het dansen was. En alleen maar met het dansen bezig was. Ja, amahoula. Ik had in mijn hoofd 10.000 lijstjes. Die ik na de dansles even zou moeten opschrijven. Op zijn minst opschrijven in de mobiel. Want ik mocht dat dan onder geen beding kwijtraken. Dus daar kreeg ik dan ook stress van. Maar ik denk, als ik dat dan daar doe, dat ziet er weer heel raar uit. Want dan ben je weer helemaal, hè, crazy met die notities bezig. Dus ja, weet je, mensen schatten het vaak zat gewoon in van het gaat wel oké. Okay. En dat is ook in andere settings wel geweest. Beetje hetzelfde verhaal. Maar vooral als je een hobby aan het doen bent waar je, ja, net als ook met paardrijden bijvoorbeeld, dachten mensen, oh, dat gaat wel lekker. Omdat je dan ook, weet je wat het ding is? Het is niet dat ik niet geniet van hetgeen wat ik dan aan het doen ben. Ik vind het fantastisch. Maar daar zit nog wel iets achter die glimlach, weet je wel. En mensen denken dan echt dat ik totaal gelukkig ben op dat moment. Ja, dat vind ik de grootste flop ever. Ja, nee, ik denk dat ik heb best wel jong heel erg geleerd om mijn masker op te zetten. Ja. Omdat, ja, weet je, het werd niet gewaardeerd om hoe je deed, hoe je was. Of ja, het was niet conform wat er van je verwacht werd. En ik denk wel dat dat, zeker naarmate ook de emoties, ik ging steeds meer emoties onderdrukken. En als je emoties onderdrukt, dan word je ook heel vlak in je gezicht. En ik dacht altijd, het is allemaal te zien, hè? Want ik bedoel, ik kan ontzettend snel blozen. Dus ik dacht altijd, weet je wel, iedereen ziet gewoon vreselijk. Want dan voelde ik gewoon echt dat ik enorm rood werd. En dan dacht ik echt, ja, iedereen ziet nu dat ik echt gewoon sta te bluffen. Of dat ik heel vreselijk ben, of wat dan ook. En dan zeiden mensen, ik heb het echt niet gezien.
Je kunt Wauw. nog een keer, weet je wel? En dan had ik echt zoiets, hoe kan dat nou? Want ik voelde de hitte. Ik ben vroeger zo gepest als kistje tomaten. Omdat ik echt daadwerkelijk, weet je wel, zo direct meteen uitsloeg in knalrood. Ja. Dus ja, dan verwacht je ook niet dat mensen het niet zien. Maar door die vervlakking van de emoties, doordat ik dat heb gedaan door mijn dissociatie. En echt gewoon emoties weg heb gehaald, weet je wel. Emoties heb ik op een gegeven moment bedacht, dat betekent gewoon voor mij sterven. Dus dat is heel gevaarlijk. Ja, weet je, dan elke vorm van emotie, boosheid, verdriet, weet je wel, wat gewaardeerd wordt is een lach. Dus, nou ja, Ja. weet je wel, je bent dus die lach, je bent die persoon, want dat is wat Precies. er gewaardeerd wordt. En daar krijg je ook de credits voor. En je krijgt niet de credits voor, oh, wat huil je zo leuk. Of wat goed dat je zeg maar zo lekker boos bent hierover. Dat heb ik nou eigenlijk nooit gehoord. Nee. Nee, en Nee. ook ik krijg ook weer zo'n hersenspinsel. Ik zat me ook te bedenken toen Draakje overleed. Ik had echt wel momenten dat ik keihard zat te janken. En nog steeds heb ik die momenten wel. Maar er zijn ook zat momenten geweest dat ik er heel staccato in leek te zitten. Volgens de omgeving. En ik had het nog erger bij mijn zusje. Hè? Toen kon ik gewoon bijna helemaal niet meer huilen. En mensen dachten van, oh, maar ze verwerkt het goed. Ja, sommige mensen hadden ook wel door van, dat is eigenlijk niet goed. Die mensen had je uiteraard ook. Maar het was ook gewoon van, oh, ze blijkt er toch wel enigszins oké mee om te kunnen gaan. Ze is toch sterker dan we dachten. En dan denk ik van, je zou eens achter ergens in mijn brein moeten gaan kijken wat ik voel. Want al huil ik niet, vaak als ik niet huil, is het dan eigenlijk nog erger. Ik denk, als ik huil, valt het allemaal misschien nog relatief wel mee. Als ik niet huil, is het eigenlijk heel dramatisch. En voor de mensen die mij kennen die het een beetje kunnen aanvoelen, kunnen het wel zien. Want ja, dan heb ik gewoon, als je echt heel diep in mijn ogen kijkt, daar zit het wel, dat geeft zichzelf daar wel prijs. Maar voor de rest, ja, iedereen denkt van het gaat wel, weet je wel. En oh, ze is de man kwijt, maar ze kachelt wel lekker door. Ze doet het allemaal prima. Maar dat is niet hoe het werkt van binnen. Het is iets wat gewoon, ja, wat het lijf op dat moment inschakelt of zo. Hè, waar jij had het net over een lichtknopje en zo. Maar ik denk echt dat dit een muur is die gewoon komt omdat het too much is. Mensen willen nooit zo graag in mijn ogen kijken. Die zijn iets te te confronterend voor heel veel mensen. Dus Intimiderend. ja, confronterend of je kijkt dwars door me heen. Nou, we zaten toch in dat pannenkoekenrestaurant. Wanneer was dat? In december. Ja. Maar ik ben dus juist van mensen aankijken in het extreme. Ik weet niet wat dat is. Ik vind dus ook oprecht dat, hè, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Ik vind die uitspraak helemaal kloppen. Dus ik vind het juist fijn om mensen in de ogen aan te kijken. Ja, maar ik vind jou dus totaal niet intimiderend. Ik heb bij jou juist het idee van, oh, weet je wel, ik ben oké zoals ik ben en totaal geen oordeel daarop. Terwijl als je naar andere mensen kijkt soms, dan denk ik wel eens van, oeh, als blikken konden doden. Ja, nee, maar ja, de een die gaat erop aan en de ander gaat erop uit, om het zo te zeggen. En, Nou, ik vind jou niet eng. nee, ik vind jou ook niet eng. Maar goed. Nou ja, dat is old news, want niemand vindt mij eng blijkbaar. Dus dat is heel frustrerend. Ja, nee, er zijn wel mensen die mij echt wel, mijn ogen dat eigenlijk zeg maar eng vinden. Van ja, maar. En ik zeg dan ook dingen erbij waarvan de mensen ook dan denken van, wacht even. Hier was ik even niet op voorbereid. Dus dat is ook wel. Misschien is dat wel de combinatie ook. Dat zou heel goed kunnen. Plus, vergeet niet, die mensen zitten niet in een pakket waar jij en ik ongeveer in zitten. Wij zitten min of meer in hetzelfde schuitje, uiteraard. Wel met, hè, echt ook verschillen. Maar ik denk omdat die overeenkomsten er ook zijn, dat dat voor ons veel makkelijker is. Ja. Dat werkt ook heel erg mee. Ja, hoe ga jij ermee om dat mensen vragen naar toekomstdromen?
Hoe, Ja. heb jij daar een fysieke reactie op? Ja, nou, ik kan wel heel erg op een gegeven moment. Het ligt er ook aan hoe ze de vraag stellen, natuurlijk. En met welke intentie. Maar ik heb ook wel momenten gehad dat ik letterlijk dan het gevoel heb alsof het gaat trillen in mijn lijf of zo. Maar dan dat ik zeg maar van die wankele ledematen heb. Dat mijn benen gewoon niet meer kunnen of willen staan. Ik bedoel, ik sta er nog steeds wel. Maar. En ik word er heel zweterig van. En. Ja, ik weet niet. Ik denk dat de zenuwachtigheid er dan uitkomt of zo. Omdat, en ook een beetje woede. Want daarom, als ik boos word, dan kan ik best wel letterlijk hè, shaken van woede. Ik bedoel, ik ben echt niet leuk als ik boos ben, wat dat betreft. Maar ik denk dan ook van ja, hoe durf je het te vragen soms? Want je weet, nou niet iedereen, maar in principe weet veel het, je weet dat ik ga of zo. Dus hoe zo komt überhaupt nog een vraag over een dergelijke toekomst in je op voor mij? Dan denk ik, dan ga je voorbij aan mijn zijn, aan wie ik ben en wat ik heb verteld. En van mijn gevoel dring je dan ook op dat er, hè, dat je nog door kan gaan at some point. Ja, dan word ik gewoon boos. En dan is mijn lijf gewoon, ja, ik moet al gewoon dat verbergen. Niemand die het ziet, alleen draakje weet dat. En dan maakte hij dat hij wegkwam. Nee, maar ik denk dat is het fysieke deel voor mij. Ja. Ja, nee, ik word er echt wel een soort van misselijk van. Als ik dan jaren vooruit denk en dat ik dan echt denk. En ik merk wel dat mijn hersenen heel slim zijn. Dus dan krijg ik een vraag en dan heb ik hem bijvoorbeeld omgezet naar. Oh, ja, als ik naar mijn nalatenschap kijk, weet je Ja, precies, ja. Ja, dat zijn trucjes. Het zijn trucjes die je gaat aanleren om er dus toch antwoord op te kunnen geven zonder dat je de antwoord op geeft. Ja, nou, die misselijkheid vind ik ook wel een grappige. Want, nou ja, grappig is het niet, maar die heb ik zelden. Maar het gaat, als het gebeurt, ja, dan gebeurt het goed. Ja, nee, ik heb echt wel dat ik die walging kan voelen en dat het echt zo oploopt, oploopt, oploopt en op een gegeven moment de keel dichtgooit. Ja, bizar hè, eigenlijk. Ik bedoel, ja, we weten het allemaal, het is old school, maar lichaam en geest zijn echt één. Absoluut. Als jij iets denkt, dan manifesteert zich dat ook in het lijf en dan kan je willen wat je wil en er tegen vechten, maar dat heeft eigenlijk geen zin, want at some point roept je lijf je dan terug. En als je daar niet naar luistert, dan ben je nog verder van huis. Tenminste, dat heb ik dan. Dus Heb ja. jij eigenlijk therapie gekregen voor een lijfelijke therapie? Ja, ik had. Maar dat is heel lang geleden. Hoe heet dat ook alweer? Dat is niet psychomotorisch, maar. Hoe heet dat nou? Inderdaad, ik weet echt niet meer wat het woord was. Maar. Ik was bij zo'n therapeut. En toen dacht ik van. Ik was daar gekomen omdat ik dacht van. Nou ja. Dat trauma wat ik heb opgelopen op Gran Canaria, die verkrachting. Ik denk, ik moet daar wat mee. Want ja, ik dacht letterlijk dat ik gewoon niet functioneerde. En die Hoe oud was overtuiging. je toen? Nou, dat was in 2014. Dus dat is nou, ja, nou, het was 21. Dat is 10 jaar geleden. Wacht even, nee. Ja, 2000, ja, 10 jaar geleden. Klopt. Ik zat nog even met het jaartal in mijn hoofd. Ja, en ik heb later pas echt die therapie opgepakt. Dat is een paar jaar later. Want ja, je blijft in eerste instantie denken dat het je eigen schuld is. En pas vanuit het moment dat je denkt, ik kan er wat aan gaan doen, is het ook op het punt dat je in gaat zien dat niet alles aan jou ligt. Maar misschien alleen een deel. En toen kwam bij die vrouw. En het was wel een hele confronterende therapie. Want één voorbeeld weet ik nog heel goed. Ze had wat doelen met mij gesteld. En één daarvan was grenzen stellen naar mensen. En dus wat deed zij? Zij deed zo'n oefening dat zij op mij afliep. En pas als ze echt voelde dat ik niet wilde dat ze dichterbij kwam, stopte ze. Alleen ik had al op 10 kilometer afstand dat ik dacht, blijf maar weg.
Alleen toch bleef ze doorlopen, want hè, ik gaf het fysiek niet aan. Ik was daar een beetje ineengedoken en ja, voor mijn part voorover gebogen. En hè, gewoon alles wat je kan doen om je klein te maken, deed ik wel. Ook met gezichtsuitdrukking. Dus het was totaal niet weerbaar. En op een gegeven moment heeft ze dat een tandje opgeschroefd. Ze heeft het steeds heftiger gemaakt. En ze zei van, zie je nou dat je eigenlijk je lijf geeft aan dat je dit niet wil? Waarom kom je niet voor jezelf op? Zeg, hè, dat ik op een afstand moet blijven. Dus aan het eind van de rit heb ik volgens mij at some point wel wat een kleine verbetering doorgemaakt daarin. Ik heb toen wel aangegeven van, nou ja, dat ze dus op afstand moest blijven. En dat was niet overtuigend genoeg. En op een gegeven moment werd het steeds overtuigender. En wat ze daarna deed, want dat was dus een. Ik weet echt niet hoe die therapie heet. Het is echt frustrerend. Want het is een hele fijne therapie eigenlijk. Heel confronterend, maar supergoed. Want die oefeningen worden in combinatie gebracht met van tevoren en daarna als afsluiting een bepaalde manier van. Ja, je wordt op een behandeltafel neergelegd en zij gaat letterlijk aan je lijf zitten. Op verschillende punten, wat op dat moment van toepassing is voor het trauma of waar je mee zit. En daarmee word je weer terug je lijf ingebracht, zeg maar. Je wordt er, dat lijntje wordt weer korter in plaats van dat je er niet meer naar luistert. Dat stukje wordt weer een beetje teruggehaald. Ja, ik vond het dus heel fijn, die therapie, maar ik vond het ook heel eng en ja, wat ik zei, confronterend. Het heeft me wel iets gebracht. Ik denk achteraf misschien had ik er iets langer mee door kunnen gaan, maar ik dacht van ja, nu weet ik het wel. Ik ga. Maar ja, eigenlijk wist ik het niet. Ik vond het gewoon doodeng dat zo iemand gewoon op me afstapt. En hè, gewoon niet stopt, terwijl ik het wel zou willen. Het was doodeng. Maar ik denk ook een hele goede therapie. Ja. En jij dan? Want ik bedoel, met al die trauma's. En nou ja, dan kan ik me voorstellen dat jij ook van alles hebt geprobeerd. Tot ziens, Jutemus. Ja, ik heb dus wel psychomotorische therapie gehad. En ja, nou ja, op de manier waarop het aangeboden werd, was het zeg maar niet heel erg bevorderend. Oh, En wat dan? nou ja, we waren met de hele groep dan steeds. Dus dan gingen we met een groep PMT doen. En dan moesten we opdrachtjes doen. En maar 9 van de 10 keer eindigt het in een spel. Dus dan gaat het veel meer om of je met een groep, of je in de groep jezelf kunt, zeg maar, ja, niet echt behulpzaam. Maar mijn grootste reis natuurlijk op het gebied van ontdekking van mijn lijf en de verbinding daarmee, die heb ik gemaakt, denk ik, door middel van familieopstellingen. En door vorig jaar ademcoach te worden. En dat was echt mega heftig voor mijn lijf. En ik denk ook wel dat de uitloper daarvan is dat flauwvallen wel ook een beetje gecreëerd is daardoor. Omdat mijn hele lijf dacht, oké, dus nu hebben we nog minder bescherming. Want Ja. er is meer gevoel, er is meer verbinding. En oh help, oh god, dus wat moeten wij nog doen om hier dus nu weer iets in controle te houden? Dus, oh, dan gaat het flauwvallen. En dat is. Ja, dus de ene kant, hè, helpt het wel, want je staat, het komt allemaal terug omhoog. Alles wat eigenlijk altijd opgesloten zat, heb je nu weer terug. En anderzijds is het dus. Nou, een deeltje. Oh, een deeltje, maar ja. Oké, okay, maar dat lijkt me dan wel tamelijk frustrerend, want dan, ja, het is natuurlijk wel fijn ergens als het ene deeltje terug is, want dan kan je daar misschien iets mee. En anderzijds blokkeert dat weer, omdat je dan denkt van, nou, ik ga weer tegen de grond. Ja, klopt. Dus het boycott mekaar gewoon ontzettend. Ja. Maar dat is het probleem op dit moment, hè. Ik heb geen, er is op dit moment geen therapie die ze kunnen bieden. Het is er Nee. gewoon niet. Want te complex. Al die dingetjes die er dan als van je bij hangen. Ja, er is gewoon geen echte
mogelijkheid. Ik heb een conversiestoornis, zoals ze dat dan noemen. Dat flauwvallen heet eigenlijk een conversiestoornis. Dus dan zou het neurologisch uitgezocht moeten worden of ik nou flauwval vanwege neurologische. Nou, dat is dus niet zo. Maar dat moet dus eigenlijk bevestigd worden door een neuroloog. Dus dan moet ik eerst naar een neuroloog toe om te kijken of dat zo is. Want dan kan ik, zeg maar, op de vorm van dissociatie, kan ik dan ergens wel geplaatst worden. Maar dan moet ik dus het papiertje hebben dat het niet neurologisch is. Dus dan kan ik naar een specialistisch centrum op dissociatie. Maar dat heb ik niet, dus daar kom ik niet terecht. Dus dan moet je richting de trauma. Maar de trauma wil me niet hebben, want ik dissocieer. Oh ja, lekker dan. Ja, nou, kom op zeg. Weet je, Ken er je moet dit toch wel soort echt. verhalen? Ja, nee, het is wel. Ik herken het. En ik vind het ook uitermate frustrerend. Want ik denk, nee, het is gewoon exact hetzelfde. Wij hebben dat allebei. Hè, jij hebt dat dan met jouw stoornissen. Want dat heeft conflict met. Dat zorgt voor conflict met elkaar. Waardoor de ene afdeling zegt: ik kan jou niet helpen. En de andere afdeling zegt: ja, ik kan jou pas helpen als. De andere afdeling heeft geholpen. Ik herken het, want ze zeggen dat eigenlijk bij mij ook wel. Het was op een gegeven moment zo. Ze hadden eerst, wisten ze niet wat ik mankeerde. Dus dat was trouwens ook een heel leuk proces. Dan gaan ze met allemaal vragenlijsten en van alles in de weer om te kijken wat je diagnose moet zijn. Maar uiteindelijk kwamen ze erachter van ja, maar dat is wel heel complex, want ze voelden eigenlijk al. Twee verschillende dingen. En ik paste niet helemaal in het bipolaire stukje. Niet in het borderline stukje helemaal. En uiteindelijk hebben ze gezegd van. Nou ja. Je hebt sowieso borderline. Daar kwamen ze dan na een hele tijd achter. Terwijl ik denk van. Nou. Dat hadden we een paar jaar eerder ook al kunnen vaststellen. En er zijn echt wel mensen in de omgeving geweest. Die dat heel duidelijk al hebben gezien. Dus dan denk ik van. Als zelfs niet professionals dat kunnen zien. Hoezo zij dan niet? Maar. Dan moeten ze er weer heel voorzichtig mee omspringen. Dus ze kunnen niet zomaar dat labeltje plaatsen. Dus moet je toch eerst alles weer helemaal doorlopen. Nou, vervolgens zeggen ze: nou, meid, dat is leuk en aardig, die borderline. Maar daar steekt nog wat raars onder. En dat is niet borderline. Dus dan ga je weer een malle molen door. En uiteindelijk zeggen ze: oké, dat is dan de bipolaire stoornis type 2. En dan komt de volgende flater. Het is vervolgens zo van: ja, ik zeg van: ik doe dit en dit en dit in huis. En dat lijkt mij een dwangstoornis. En dan zeggen ze: ja. Dat kunnen we pas diagnosticeren als we weer een proces hebben doorgelopen. En denk ik, maar ik doe precies wat er in die DSM-5 staat. Ik ben gewoon een patiënt met dwang. Daar kan je gewoon je hand voor in het vuur steken. Dan vervolgens zeggen ze van oké, aangezien jij die drie stoornissen dan hebt, met waarschijnlijk die dwang, kun jij niet eerst. In therapie voor, wat was het ook alweer? Dwang. Want daar vliegen die andere stoornissen doorheen. Dus moet je eerst voor het een behandeld worden. Dus ze hebben gekozen toen voor de borderline, om die eerst aan te pakken. Nou, dan ben je daar een jaar mee zoet. In de tussentijd, die andere twee hebben helemaal geen aandacht. Dus die vliegen totaal uit de bocht. Hartstikke leuk. Ups en downs door de bipolaire stoornis die er doorheen vliegen. Dus eigenlijk, ja, deels kom je iets dichter bij de kern van steun en hulp en hoe je ermee om moet gaan. En anderzijds vlieg je totaal uit de bocht, want die andere twee, daar kan ik dus totaal niks mee. Die zijn helemaal gewoon uit de controle geraakt. Nou, dan kom je uit bij op een gegeven moment de bipolaire stoornisbehandeling. En ik moet zeggen, dat was voor mij wel heel helpend. Ik heb hele fijne medicijnen gekregen en tools. Maar wat ik gewoon ridicuul vind, je kan niet. Ik ben en niet of. En dan nou moet je eerst iets afvinken en dan kan je naar het volgende doorgaan. Maar tegen die tijd ben je al knettergek, omdat die anderen er ook gewoon doorheen vliegen. En dan moet je weer helemaal terug bij af, om uiteindelijk weer, want ik kom nu toch weer terug uit tot die borderline. Er zitten stukken waarvan ik denk van ja, nou zou ik daar weer aan willen werken ook. Het is niet, ze bieden geen multipakket aan waarbij je het tegelijkertijd kan doen. Want ze zeggen dan ja, maar dat is weer te veel. Dat kan je emotioneel niet aan. Dus ja, het helpt allemaal niet. Het is ja, nou ja, deels. Ik wil niet zeggen dat het niet helpt, maar ik vind het wel echt belachelijk dat we niet een soort vorm van ja, aanpak kunnen hebben waarbij mensen met multiproblematiek niet, al is het maar van alles een beetje, wat kunnen aanpakken. Want dit werkt niet. Je schuift die andere dingen gewoon on hold.
waardoor het herstel voor die andere stukjes ook niet beter gaat. Nou ja, wat mijn grootste probleem is, en dat, daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik ook weer verder ging in mijn eigen opleidingen. Want ik heb eigenlijk altijd wel een soort van therapie gecombineerd met opleidingen. Dus ik ben het dan maar gewoon zelf geworden, zo'n therapeut. Wat ik vooral merkte was dat er is afbouw in de GGZ. Dus ze doen je afbreken, maar ze bouwen je niet op. En een van de eerste dingen die je leert in al die andere therapieën is: ga eerst iemand eigenlijk in zijn kracht zetten. Zorg dat. Ja. Het eerste wat ik altijd tegen iemand zeg is: je bent niet stuk. Jij bent absoluut heel. Want je Nou, dat kan kan niet vaak stuk. horen, want ik bedoel, ik denk niet dat ik dat. Heb jij dat ooit eerder gehoord in een therapie? Nee. Nee, maar het is echt zo. Want, en daar zijn dus allerlei, zeg maar, dingen voor om dat gewoon te zien dat je niet kapot bent. Want als de wekker gaat, weet jij dat er een wekker gaat en kun je hem uitzetten. Als jij gaat rijden, weet je ook eigenlijk dat je veilig aankomt, want anders zou je niet gaan rijden. Dit zijn allemaal, zeg maar, punten waarop je kunt laten zien van joh, je bent dus niet kapot, je bent hartstikke heel. Alleen, je bent niet de hele dag ben je in die staat van heel. Nee, nou, dat is een heel mooi startpunt. Ja, En dat zou verfrissend. dus. En alleen dit al zou ik mij enorm geholpen hebben toendertijd. Toen ik echt helemaal koekwous, zeg maar, volledig, zeg maar, niet meer bij zinnen in die PTSS-rush waarin ik zat, binnen was gekomen. Dat ik echt dacht van ja, weet je, ik bedoel, geef mij Porsche maar Vicky. Maar ik heb nu denk ik op een dag heb ik best wel wat herbelevingen. Maar dat was toen echt de hele dag zat ik alleen maar in die herbeleving, weet je wel. Ja, dan weet je niet waar je van voren leeft of van achter leeft en noem maar op. Maar daar is nooit iemand die tegen mij heeft gezegd, maar eigenlijk ben je nog steeds heel. Want je bent hier toch terechtgekomen. We hadden een afspraak, je bent de afspraak nagekomen. Dat doet een deel in jou, wat dus gezond moet reageren. Want anders doe je dit niet. Ja, ik denk dat dat al een stap is die therapeuten zouden kunnen maken in de behandeling. Of in ieder geval bij de opstart. En ook de reminder dat dat dan zo is. Want het is inderdaad, hè, tegen mij, ik weet niet of het voor jou werkt, maar waarschijnlijk hetzelfde. Als ik dat één keer hoor, ja, dat is heel fijn. En dan raak ik ook heel ontroerd. En dan denk ik van, nou, ja, ik weet eigenlijk niet waarom dat ontroert, omdat je het zelf niet gelooft waarschijnlijk. Maar ik vind het dan wel heel lief dat iemand anders dat zo voor jou vindt. Maar ik geloof wel oprecht, als je dit blijft herhalen, dan prik je daar ook doorheen bij cliënten uiteindelijk. Dat ze het zelf ook gaan voelen. Ja, weet je wat het mooie is daaraan? We krijgen het niet geleerd, maar er zijn eigenlijk een paar woorden echt verbonden aan dat gezonde brein. Ik heb ze even niet bij de hand, maar. Nieuwsgierigheid is er bijvoorbeeld één. Doorzettingsvermogen is er één. Geduld is er één. Dus we hebben zo'n aantal van dat soort woorden die verbonden zijn aan de staat van gezond zijn, van Ja. dat hele deel, die we eigenlijk zouden kunnen bekrachtigen. Maar daar wordt nooit iets mee gedaan. Er wordt eigenlijk vooral bekrachtigd dat je het allemaal niet zelf kan. Ja. Ja, Dat het allemaal heel ernstig met je gesteld is. En dat je zonder therapie kom je er nooit meer vanaf. en ook dat je een losgeleid projectiel bent. Nou, met alle respect naar mezelf toe. Weet ik van mezelf dat ik dat ook af en toe, nou ja, vaak ben. Maar het is niet bevorderlijk als men je vertelt dat je een losgeleid projectiel bent, of iets in die bewoordingen. Want dat haalt geen fluit uit om dat te zeggen. Want één, ik heb dat heus wel door. Ik weet dat ook echt wel. Dat hoef je me niet te vertellen. En twee, wat je zegt, dat bekrachtig je dan ook weer. In plaats van dat je dan eventjes naast iemand komt staan en voor mijn part even
ja, tot rust maand. En dan even alles probeert op een rijtje te zetten. Waarom je eigenlijk op dat moment een losgeleid projectiel bent. Ja, een losgeslagen projectiel. Losgeslagen, dat was het, ja. Ja, ik weet niet. Ik heb heel vaak meegemaakt. Dan wordt op een gegeven moment op het allerergste punt wordt dan een crisisdienst gebeld. Ja, waardoor er eigenlijk nog meer drama ontstaat, voor mijn gevoel. Want ja, jeetje, de crisisdienst komt op bezoek. Of nog erger, ik ben ook een keertje meegesleurd naar de huisartsenpost in het ziekenhuis. Om daar door de crisisdienst opgevangen te worden of iets dergelijks. En dan vervolgens dan krijg je een soort van spoedgesprek. En nou, dan krijg je wat medicijnen door je mond geduwd, bij wijze van spreken. En dan is het van, ga maar naar huis. Maar dan heeft dat voor zoveel drama erbij gezorgd. En voor mijn gevoel kost dat mij ook veel meer energie dan wanneer gewoon mensen even naast me hadden gestaan. Ook hulpverlening, niet alleen familie en vrienden, maar ook gewoon hulpverlening. Hè? Misschien wel middels een bezoekje. En dan gewoon zeggen van, nou meid, wat is er aan de hand? En gewoon even babbelen. Want ik geloof oprecht, als je kan reflecteren op jezelf, dat is wel een vereiste natuurlijk, dan kom je daarmee al een heel eind. En het geeft niet extra stress. Het maakt je ook rustiger. En van daaruit kan je naar lange termijn oplossingen kijken om minder zo losgeslagen te worden. Ik merk gewoon in die tijd dat ze me zo behandelden, als dat ik overal en nergens heen vloog, dat ik dus ook juist meer zo werd. Of ontzettend onder zeil gebracht door pammetjes. Ik reageer daar ontzettend goed op, dus dan loop je als een zombie rond. Maar dat lost ook niks op, weet je? Dan versuf je iemand gewoon en dan laat je ook iemand hangen. Heeft het je hergetraumatiseerd? Ja, weet je, deels zeker wel. En ook dat stuk is dus stresserend geweest, maar ook het vertrouwen in ook de hulpverlening en ook vervolgens de omgeving die het mede mogelijk heeft gemaakt om jou daarheen te krijgen of dat die mensen bij jou komen, dat vond ik ook heel heftig. Want dan dacht ik van, nou, ja, ik vond dat heel erg. Want dan denk ik van, dan word ik eigenlijk niet als volwaardig gezien op dat moment of wilsbekwaam. En tuurlijk was ik dat op dat moment misschien ook niet, maar hoe erg is het dan om naar een plek gestuurd te worden, al is het maar voor een uurtje, die je niet kent. En dat je vervolgens volgedouwd wordt met medicijnen en dat je vervolgens op een wachtlijst wordt geknikkerd. Of een spoedplaats krijgt bij een of andere hulpinstantie. Maar ja, je wordt gewoon bestempeld als een of andere suïcidale gek waar niks mee te beginnen valt. En waar ze echt even snel een reddingspoging voor moeten doen. En that's it. Ja, het geeft echt niet vertrouwen in de mensheid. Ja. Ik vind dat echt heel erg. En ik weet ook dat, ik kan dit ook zeggen vanuit mijn zusjes ervaring. Want voor haar hebben we ook een keer, daar heb ik aan meegewerkt, helaas. Ja, de crisisdienst gebeld. En dan denk ik echt van ja, achteraf gezien, ik heb het nu ook meegemaakt. Dan denk ik van ja, wel een paar jaar geleden hoor, niet nu. dan denk ik van ja, je beschadigt meer dan dat je goed doet. Geef iemand een kop thee. Geef iemand een knuffel en laat iemand voor mijn part even totaal uithuilen. Voor mijn part, ik heb op een gegeven moment stressballetjes gekocht. Geef iemand een balletje om in te knijpen. Of geef iets aan die persoon wat kapot mag. Hè, laat het voor mijn part ergens tegenaan boksen. Maar er zijn echt zat manieren om even de eerste momenten door te komen. En van daaruit verder te kijken. In plaats van gelijk al die drastische maatregelen. Want dat is totaal overbodig. Ja, als jij nou terugkijkt, hè, wat heeft jou nou het meest getraumatiseerd? Hebben we het dan over Nou, gewoon in alleen je de hulp? leven, waar je nu Oké. nog tegenaan loopt, zeg maar. Waarvan je echt gewoon, bij wijze van spreken, badend in het zweet wakker wordt 's nachts. Ja, het is wel mijn eigen jeugd en opvoeding, denk ik. Daar zal ik niet heel te veel over uitweiden, maar nogmaals, wat ik zeg, ik heb het al eerder aangegeven, ik heb super lieve ouders. En die hebben ook echt alles gedaan wat er in hun macht lag om mij een stevige, goede toekomst te kunnen bieden. En om daar een solide basis voor te
ja, creëren. Maar ik denk dat ik het wel zo kan stellen. Uiteindelijk, elk mens heeft een rugzak. En dat hebben zij ook. En vanuit die rugzak hebben ze ons opgevoed. En ja, dan zijn er af en toe wat dingen gebeurd. Of eigenlijk ook wel vaak. Bijna mijn hele jeugd eigenlijk. Ik moet mezelf elke keer corrigeren. Ik ben te lief voor deze wereld. Maar goed, dat is dus ook weer een traumarespons, dit stukje. Want ik wil het altijd goed praten. Maar ja, eigenlijk een groot deel van mijn jeugd, nogmaals, naast de hele mooie dingen waar ik super dankbaar voor ben, heeft het me ook gemaakt tot wie ik nu ben, namelijk ontzettend beschadigd. Nogmaals, zonder oordeel en wijzend vingertje, want zo zit ik niet in elkaar en ik wil dat juist niet zijn. Maar het heeft me ontzettend beschadigd, getraumatiseerd. Het is ook onherstelbare schade. Daar komen die stoornissen ook uit voort. Voor Steve is die anorexia er ook uit voortgekomen. En natuurlijk zijn er andere dingen ook gebeurd. Hè? Steve en ik zijn ook gepest. En er zijn echt wel dingen bijgekomen. Wat je hoort van de verkrachting. Maar dat zijn eigenlijk allemaal componenten die er gewoon slechts bij zijn gekomen. Het was een en-en. Waarvan die jeugd wel echt de grootste genadeklap is geweest. Voor zowel haar als voor mij. Ja, en dat is KUT. Want dat maakt ook, dan heb je die gevangenis en je komt er nooit meer uit. Je kan die medicijnen nemen, je kan therapieën volgen, maar je zult nooit exact weten, tenminste is mijn ervaring, wie je nu bent. Want ja, je bent het vlees en bloed van je ouders en je wil ook een deel van hun welzijn, het deel waar je trots op bent dat ze dat zijn. En je wil ook met man en macht voorkomen dat je doorslaat in alle andere dingen die niet fijn waren. Dus dat blijft een enorme tweestrijd. En ik denk dat dat mijn allergrootste, nou, ik weet dat dat mijn allergrootste trauma is. Want ik kan er zo nog een heel rijtje opnoemen wat ik heb meegemaakt. Hè. Maar die zijn er ook. Dus dat is, zeggen ze, luxerend, toch in therapie. Of was het nou juist het tegenovergestelde? Ik weet het niet meer. Dat het juist versterkt wat, hetgeen wat je al hebt aan slechte basis, dat het alleen maar erger maakt. Ja, dus voor mij is het wel de jeugd, de opvoeding vooral. En de manier van hoe dat is gegaan. Ja. Heb jij ooit kinderen gewild? Ja, nou, dat is dus heel dubbel. Mega goede vraag. Ik heb een enorm sterke kinderwens gehad. En CQ, ik zou het nog steeds wel willen. Maar tegelijkertijd zou ik het niet doen meer. Omdat, en deze wereld is aan het veranderen. Dus daar wil ik ze überhaupt niet in zetten. Maar het feit dat ze mijn genenpakket doorkrijgen van, ja, eigenlijk de kant van mam en pap uit. Ik gun ze dat niet, mijn kids. Het feit dat ik dan een moeder zou zijn die behoorlijk instabiel is op momenten, gun ik ze ook niet. En toen ik met Draakje was, hij had al 2 kids. En toen kon het dus ook niet, want hij wou dat niet. Dus op dat moment werd het heel makkelijk. Of ja, het is niet makkelijk, maar het ging gewoon niet gebeuren. En ja, ik zou nog steeds, het is heel gek, want ondanks dat ik, hè, de dood, op de dood afsteven, zou ik heel graag nog mijn eigen vlees en bloed willen hebben. Ik zou willen weten hoe het is om zwanger te zijn. Ik zou mijn eigen kindje willen vasthouden en opzien willen groeien. En dan zou ik echt ook het alle twee willen hebben. Waarschijnlijk dwangmatig, een jongen en een meisje uiteraard. maar ja, ik heb daar echt wel ook rouw om nog steeds dat het niet gaat gebeuren. En ik blijf er ook bewust voor kiezen om het niet te doen. Omdat ik het gewoon, ik wil niet een herhaling van de geschiedenis hebben. En Steve is er niet voor niets, niet meer natuurlijk. En dat is heel dramatisch. En ik ben er binnenkort hoogstwaarschijnlijk ook niet meer. In ieder geval, at some point kap ik ermee. Maar ja, en dan zou ik de kans groter maken als ik kinderen heb, dat zij ook zo'n KUT leven krijgen. Ja, nee. Echt, dat gaat over mijn lijk. Ja. Zouden kinderen je tegenhouden om, zeg maar, de stappen te zetten die je nu zet? Ja, goede vraag. Ik vind hem ook heel leuk, omdat het heeft heel even kort gespeeld. Namelijk toen Michel overleden was. Toen
heb ik even een poosje gedacht dat het wellicht raak was geweest nog. Echt op de valreep. Uiteraard vanuit Michel dan in ieder geval niet met opzet, want hij wou dat onder geen beding niet. En ik had stiekem toch wel die wens. Maar toen dacht ik dus van ja, ik was niet ongesteld een hele lange periode. Ik heb het wel eens vaker gehad, maar ik dacht nou, het duurt nou wel heel lang, weet je wel. Maar dat kan ook dus verdriet zijn, ben ik achtergekomen. En mijn lijf was ook heel anders en ik weet niet, het was gewoon heel raar. Dus ik dacht van nou ja, dus ik heb het eerst even laten zitten. En daarna, na een paar weken, ben ik toch een testje gaan doen. Want toen dacht ik van ja, ik vind dit wel heel curieus. Dit is zelfs voor mijn lijf abnormaal. En in alle eerlijkheid, ik was een beetje teleurgesteld toen het niet zo was. En ook omdat het voor mij de laatste kans zou zijn om met hem een kind te krijgen. Hij is ook de enige vaderfiguur met wie ik een kindje zou willen hebben ook. Omdat hij is alles wat ik verwacht van een vader en een partner. Dus ik zei het, ik heb het hem ook vaak zat gezegd. Jij zou voor mij de ideale man zijn om samen een kindje mee te maken. En daarin hè, ieder 50% erin te gooien. Dat leek me wel een interessante combinatie ook. ja, en dat is uiteindelijk, dan zit je dus met verdriet op die toiletpot. Omdat het dan toch niet is wat je wel stiekem toch had gehoopt. Maar ik realiseerde me ook van hoogstwaarschijnlijk als ik wel de zwangerschap toch had. Hoe triest het ook is. Ik denk niet dat ik was gebleven. Misschien langer. Maar zelfs dat niet. Want ik zou het kindje dan een nieuw huis hebben gegeven. Met heel veel verdriet. Tenminste, zo sta ik er nu in. Ja, of niet. Ik weet niet. Ik vind het heel moeilijk. Maar ik gun nog steeds dat kind niet mij als moeder. Ik wil dan dat dat kind gezond en gelukkig opgroeit en zo stabiel mogelijk dit leven in kan gaan. Dus het was ook enerzijds wel prima dat het niet raak was. Ja, het is en blijft dubbel. Zelfs nu nog. Ik heb ook, maar die namen zijn meer voor mij een draakje, maar ik heb ook babynamen verzonnen voor onze kids. En we hebben ook gespeculeerd over ja, hoe onze kindjes er dan uit zouden zien en wat hij zou doen en wat ik zou doen en hoe we samen als gezin zouden zijn. En dat zorgt ook wel voor wat hilarische momenten. En ik ben blij dat we dat hebben gedeeld met elkaar, want weet je, al was het dan maar een droomwereld, dat stukje, maar hij heeft het wel met mij uitbedacht. En ik heb hem dus wel even in mijn fantasie kunnen laten leven. Maar ja, Michel was er natuurlijk van overtuigd dat hij dan het mooiste deel in die kinderen zou schenken. En dat de heks-eigenschappen van mevrouw Akkers vandaan komt. Dus dat hadden we alweer established. Aha. Snap ik. Ja. Ik vind dat sowieso altijd een ingewikkelde vraag. Als je zeg maar... Weet je, toen ik begon aan kinderen... Ik was best wel jong. Ja, dat zou ik jou vragen. Ik weet, jij hebt nu kids. Ja. En sowieso, ik ben even benieuwd naar hoe dat vooraf was gegaan voordat je ze had, uiteraard. Maar ook, sorry hoor, ik heb even last van iets in mijn keel. Maar ook nu je weet, nou ja, eigenlijk nog niet exact weet wanneer je wil gaan. Je hebt nu dat gezin. Dus dat zijn eigenlijk twee vragen. Ja. Nee, voor mij is het zo dat... Op een gegeven moment, ik heb eigenlijk altijd kinderen gewild. En dat heeft denk ik heel erg te maken met een stukje egoïsme. Omdat ik geadopteerd ben. En dus ook niet wist. Weet je wel, ik zag mezelf nergens in. Ik herkende me nergens in. Ik werd nergens weerspiegeld, om het zo te zeggen. Dus ja, ik had altijd zoiets van, oh, het begint bij mij. Dus ik wil eigenlijk wel iets doorgeven. Of naar iets kijken wat van mij is of zo. Dat klinkt ja. Misschien echt wel, ja, het klinkt wel echt heel egoïstisch, maar zo voelde het wel een beetje. Maar wel in de mooigheid, in de zin van dat je toch een kind ook wel een kans wilde geven. Ik heb echt tot mijn, ik denk wel zeker tot mijn 20ste heb ik altijd gezegd, ik wil geen kinderen krijgen. Ik wil sowieso niet voor mijn 19e zwanger zijn. Mijn moeder was natuurlijk zwanger van mij toen ze 19 was. Toen heeft ze me afgestaan. Dus ik had echt zoiets van, ik wil nooit voor mijn 19e zwanger zijn. En ik wil eigenlijk ook geen kinderen op deze wereld zetten, want ik vind deze wereld maar stom.
Totdat ik het liedje van Herman van Veen hoorde over Anne. En toen dacht ik, oh ja, zo kun je daar ook naar kijken, weet je wel. Ja, de wereld is niet mooi, maar je kunt het wel weer een stukje mooier kleuren. Dus ik dacht, nou ja, weet je, is eigenlijk ook wel een mooie manier om vanuit te gaan. Dus in mij leefde al meteen, ja, dan moet, als ik een dochter krijg, dan wordt het Anne. En ik trof een partner en die had ook zoiets van, ja, als ik dan een dochter krijg, dan wil ik dat ze Anne heet. Dat hadden we ook al binnen, nou, ik denk dat we het vrij snel erover hadden ooit een keer. Ik denk dat we het binnen het eerste half jaar wel met elkaar daarover hebben gehad. Dus dat wisten we al wel. Dat hij wilde kinderen, ik wilde kinderen. En toen kreeg hij reuma. En ja, dus toen moest hij aan de hele zware medicatie. Weet je wel, dan krijg je een soort van halve chemokuur. Om die reuma stil te krijgen in je lijf en weet ik veel. En hij ging op een gegeven moment naar reuma jongerenkinderen. Om met zijn... ja, weet je wel, een beetje gelijkgestemde, een beetje lol maken, iedereen begrijpt je, dat gevoel. Ja. En je had dan ook van die partnerweekenden, en dan mochten de partners mee. En dus ik was een weekend mee en dan werd je ook uit elkaar gehaald. En dan deden zij een programma en dan een partnerprogramma. En ik kwam op een gegeven moment bij een van die partnerbijeenkomsten. En het allereerste wat er werd gevraagd was, en hebben jullie al zaad ingevroren? En ik had echt zoiets van, je moet even bedenken, ik was 23 op dat moment of zo. 22 zelfs. Hebben jullie al zaad ingevroren? Oh jee, dat is best wel een heftige vraag. Ik had echt zoiets van, oh ja, maar waarom zou ik dat doen, weet je wel? Ik was heel onschuldig daarin. Ja, waarom zou, ja, nou die medicatie maakt ze even kapot. En ja, je moet ook niet laat aan kinderen beginnen, want het is progressief. Dus op een gegeven moment kun je alleen nog maar minder bewegen en alleen maar pijn. En dan kun je nooit meer met je kindje meelopen. Dus we werden helemaal gevoed met... Dus echt, op een gegeven moment zag ik mijn man weer terug. En toen zei ik tegen hem, we moeten zaad in het vries. Weet je wel? En hij echt helemaal... Dat hebben we overigens nooit gedaan. Er zullen geen... Dus er is geen zaad ingevroren, ook geen eitjes. Oké, okay, good to know. Ja, dus je kunt niet nog meer van dat soort troublemakers maken. Maar ja, op een gegeven moment hadden we besloten te gaan trouwen. Omdat we zoiets hadden van, ja weet je, we blijven toch wel bij elkaar. We hebben wel zin in een feestje en ja, niet te laat aan kinderen beginnen. Dus ik was toen 25 en Daan was... Nou, ik was 24 toen we dat besloten en Daan was zeg maar 27 toen we dat besloten. En ja, weet je, ik had zoiets van, ik heb morning after pillen geslikt. Ik ben altijd aan de pil geweest. Allemaal vreselijke dingen, zeg maar, uitgevoerd. Zwanger worden, nou, dat zal echt nog wel even duren. Dus we hadden afgesproken van, joh, hij was van de medicatie helemaal af. Dat was helemaal goed. Want dat moet je dan een half jaar niet nemen. En nou, dat was gebeurd. En toen zei ik, nou, dan wil ik ook eigenlijk wel graag stoppen met de pil. En toen was ik met een maand of drie was ik zwanger. Wauw. Toen hadden we echt zoiets van, wacht even. Ho. Help. En nu? En uiteindelijk hebben we dus een soort van huwelijk eerder gedaan. Bij de gemeente eventjes snel. Weliswaar op maandagmorgen, maar dan niet om 9 uur, maar dan wel om 11 uur, zodat we met z'n tweeën trouwden. Wow. Ja, omdat Max al onderweg was. En ja, die werd bizar. Dus... Bizar lijkt me dat. Ik bedoel, dan ben je opeens zwanger. Ja, ja, het is echt heel bizar. Ja. Ook misschien, ja, hoe... Want ja, weet je, dat is dat wat mij intrigeert. Ik heb dat nooit meegemaakt. Dus wat voel je dan? Want ja, ik hoor mensen zeggen dat je dan op een soort van... Kijk, jullie hebben het natuurlijk gecompliceerd gehad. Maar is die roze wolk ook echt die roze wolk waar iedereen het over heeft? Ik vind van niet. Nee. Nee, weet je. Zwanger zijn is leuk. Je voelt je kind bewegen. Maar je hebt daarnaast bandenpijn. Je hebt daarnaast allerlei andere kwaaltjes. Nuchter gezien ben je gewoon een couveuse. Weet je wel? Het is eigenlijk gewoon een parasiet die in je zit. Wat? Jij wilde het echte verhaal? Nou, dat is dus mijn echte verhaal. En bij zo'n bevalling ook, weet je wel. En daarna, dan heb je zo'n propje in je handen. Ik heb hem ook altijd propje genoemd, dat weet hij. Oh, propje. Ja, echt, het was zo'n propje. Dat is echt onwijs leuk. Maar ik zat gewoon na 3 dagen met mijn kraamverzorgster.
En ze zegt, wat is er? Ik zeg, nou, weet je, ik heb dat helemaal niet. Dat ik nou denk, oh, wat geweldig, wat fantastisch. Oh, een babytje. En het is mijn babytje. En nou, dat. Ik zeg, dat heb ik helemaal niet. Ik vind hem heel leuk. Ik vind hem fantastisch schattig. Ik vind het echt heel erg leuk om met hem mee te gaan. Ik zeg, maar ik heb niet dat over de top. Oh, dat. Nee. Zegt ze, nou, zal ik je iets vertellen? Dat heeft 80% niet. Weet je, je moet toch wennen aan elkaar? Ik bedoel, elke huisgenoot die je erbij krijgt, moet je toch gewoon aan wennen. Ja, Ja. het is wel waar. Je hebt natuurlijk, wat je zegt is ook waar. Die kwaaltjes die je hebt gedurende zwangerschap. Als het gewoon een niet gecompliceerde zwangerschap is, is het al zwaar zat, kan ik me voorstellen. En daarna moet je eigenlijk gelijk aan de bak, want je hebt eigenlijk een kind eruit gewerkt. En dan zoek het maar uit met je pijn en zwakheid en moeheid. En je moet gelijk verder. Ja, daar had ik allemaal niet zo heel veel moeite mee. Dat vond ik eigenlijk allemaal. Weet je, ik was ook heel naïef hoor. Ik was net 25 toen ik zeg maar mijn babytje had. En dan kwam zo'n kraamverzorgster en zei ze: Oh, want ik gaf borstvoeding. Heb je ook een kolf? Dan zei ik: Ja, die heb ik wel. En dan zei ze: Nou, zullen we dan even dat proberen? Ik denk: Ja, is goed. En ze zegt: Nou, dan doe je dat en dat. En dan komt er melk uit. Dus ik ga zeg maar zitten en ik pomp. En ik kom terug met. Ze zegt, die krijgt er melk uit. Ik zeg, dat is toch precies wat je zei dat ik moest doen? Ja, zegt ze, maar bij de meesten werkt het niet de eerste keer. Ja, dan moet je zeggen dat het niet werkt de eerste keer. Want dan werkt het niet de eerste keer. Ik zeg, maar ja, als jij zegt, dan doe je dat en je doet dat en dan komt er melk uit, dan gebeurt dat. Ja. Interessant. Ja, weet je, wist ik veel dat er een andere uitkomst mogelijk was? Nee, dit kreeg ik voorgeschoteld. Ja, dus Nou. jouw onbevangenheid daarin heeft je daarin geholpen. Mijn onbevangenheid heeft me ongelooflijk geholpen door ja, met de eerste 2 jaar ook met zo'n schattig ventje om je heen. En we hebben echt van alles nog wat met hem uitgespookt. Dat was echt, ja, dat was echt wel heel erg leuk. En toen kwam die tweede. En toen dachten we ook echt, weet je, oh, wat leuk. We hebben allemaal boeken geschreven van, nou, als het kindje dan niet wil eten, dan kunnen we dit en dit en dit inzetten. Nou, toen kregen we Niels. Die luisterde helemaal niet naar alle boekjes die we hadden voorgeschreven voor Max. Maar het bleek een heel ander kind te zijn. Nou ja, dan heb je dus een heel ander verhaal. En dan word je een heel andere ouder ook. Ja, Dus. ik kan me voorstellen. Je hebt gewoon weer een nieuwe handleiding die je moet uitzien te vinden. Ja, dus je wordt gewoon een hele andere ouder voor een volgend kindje. Want je bent ook ouder. Je hebt nog eentje rondlopen. Dus. Ja, zo langzamerhand word je dan eigenlijk een soort van ouders of zo. En dan ga je verantwoordingen op je nemen. En het spelen gaat er een beetje van af. En Ja. ja, je wordt van die serieuze, gezellige, bureaucratische Burgerlijk. mensen, burgerlijk, die dus dan op zondagochtend met het gezin naar IKEA gaan om te ontbijten. Met het IKEA-ontbijt. En dan weet je zeker, ik ben gewoon mislukt als recalcitrant, als zeg maar, weet je wat? Nou ja, dat is deels waar, maar je hebt natuurlijk net zoals ik die doodswens. Dus Ja. daar komt het recalcitrante, controversiële stukje wel weer aan. Ja, Want ja, hoe werkt dat dan? Want ja, je hebt je kids. ja. Nou, At some point. ik heb het heel lang eigenlijk op een sluimerstand gehad. Dat het er wel was, maar dat het een soort van latent was. Ken je dat? Ja, ik denk dat ik wel. Ja, zeker. Ja, heb ik ook Weet je, wel eens gehad. Veel dat kans. het niet meer de overhand heeft, maar dat het een soort van slapend is, maar dat het Ja. niet weg is. Weet je, mensen die zeggen ja, en op een gegeven moment is het helemaal weg, dat heb ik nooit gehad. Of Ik het heb. krijgt een plekje. Nou ja, die, wat nou? Of je kunt het loslaten. Ik had al buikpijn, maar nu. Let it go. Ja, echt. Je denkt, waarom? Wat de hel? Maar goed. Hoe vast is jouw 3 uur trouwens? Ik denk dat ik 5 minuutjes uitloop kan hebben. Oké. Maar goed. Ja. Het is bij mij eigenlijk in een volle heftigheid teruggekomen in 2017. Toen er echt zoiets gebeurde wat voor mij echt aan alle grondvesten van de veiligheid ging hangen. Weet je, de periode dat ik hier
terwijl mijn kinderen opgroeiden, was ook niet. Was ook altijd reactief. Er was altijd iets aan de hand. We hebben echt altijd iets waar we. Weet je wel, een uithuisplaatsing of een. Nou ja, er was altijd gedoe. Of een ouder die op dat moment in het ziekenhuis lag. Of. Dus je wordt eigenlijk op die manier ook geleefd. En je hebt eigenlijk helemaal geen tijd voor jezelf. En ik denk dat dat ook ervoor zorgt dat zoiets dan eigenlijk een soort van latent aanwezig gaat zijn. Want er moet gewoon gehandeld worden. Er wordt niet meer van je gevraagd of je het aan kan. Of je erbij kan. Of je er emoties voor voelt. Of wat dan ook. Het was eigenlijk aan één constante stroom van doorloop van. Wij hadden op ons lijstje gewoon staan, mogen we alsjeblieft 1 keer per jaar misschien een gebroken beentje. Dat gaat in het gips, 6 weken, even gedoe, maar zoiets simpels. Kan dat gewoon een keertje? Dat was echt, dat stond hoog op ons verlanglijstje. Gewoon een jaar waarin alleen zoiets zou gebeuren. Nou, dat hebben we gewoon tot nu toe niet gehad. Er is altijd iets aan de hand geweest, altijd gedoe, altijd moeilijkheden. Ja, en toen dus zeg maar in 2017 dat voorval er was, wat echt gewoon mijn veiligheid totaal kaapte, ben ik echt terechtgekomen in die PTSS. En die was er natuurlijk altijd al, maar ik heb hem eigenlijk altijd heel hoog kunnen dragen, om het zo te zeggen. Dat het me net niet overnam, dat ik wel functioneel kon blijven. Ik was heel moe, want die vermoeidheidsziekte is nooit uit mijn lijf gegaan. Ik was heel moe altijd, maar ik heb altijd alles wel. Soort van net kunnen redden, boven, weet je wel, alle dingen in de lucht weten houden. En dat, maar dat kon gewoon niet meer daarna. En toen is het ook wel in alle heftigheid, weet je wel. En dan ga je ook dingen afbreken, en dan kan, want er werd niks opgebouwd. Dus dan zit je in dat afgebroken terrein en dan overspoelt alles je. En dan weet je het ook helemaal niet meer. En dat is eigenlijk waar ik niet meer uit ben gekomen. Dat is waar ik nu nog steeds in zit. Dat, maar ja, je hebt natuurlijk ook zo lang toch overeind gestaan, te lang eigenlijk, terwijl jij had ook behoeftes en weet je, daar moest je maar gewoon overheen stappen. Je bent grenzen over moeten gaan om dingen toch te kunnen bewerkstelligen en dan op een gegeven moment knapt het draadje. Ja, nou, en dat deed ik natuurlijk eigenlijk al vanaf de dag dat ik geboren was, of misschien zelfs daarvoor al, over grens heen en blijven staan en noem maar op. Dus in dat opzicht heb ik eigenlijk gewoon altijd een min of meer een reactief leven gehad in plaats van een mijn leven. Het was altijd in reactie op wat er op dat moment speelde of aan de gang was of weinig initiatief wat je kon nemen. Nou ja, en dat breekt op. Dat maakt je gewoon doodmoe. Dat en je bent nog steeds bezig voor anderen. Hè? Ik bedoel, het feit dat je deze podcast doet, dat. Ja, we doen het samen, we doen het voor elkaar. Je doet het voor mij. Tuurlijk doe het ook deels voor jou. Maar je doet het ook voor de buitenwereld, voor Nederland. En misschien hopelijk ook een stukje buitenland. Je doet het ook weer voor anderen. Dus ik had het al eerder gezegd. Maar je bent gewoon echt een lieverd. Alleen het ding is daarmee. Daardoor is er geen tijd meer voor jezelf. Want dit soort evenementen en acties heb jij heel erg vol in je agenda staan, weet ik. Waardoor die me-time er nauwelijks is. Maar ik weet ook niet wat ik met me-time zou moeten doen. Want dat zijn ook de momenten, en ik denk dat jij dat ook wel weet. Als je in rust bent, dan komt het altijd 10 keer zo hard terug. True, ja. Dat touché is wel waar. Maar ik denk, dat geldt al voor ons allebei. Ik denk dat we daar eigenlijk wel aan toe zouden moeten geven. Ja. Maar goed, dat gaan we niet doen. We zijn heel eigenwijs en koppig. Dus we gaan komen gewoon we dan door. Tot andere conclusies als we dat dan wel gaan doen? Of sneller, of nooit? Ja, je weet het niet. Hè? We hebben het nooit echt geprobeerd. Nee. Nee. Geen idee. Nee. Gaan we hier nog een keer over doorkletsen? Of gaan we hem afronden? Het is wel leuk om misschien een ander moment als er nog tijd voor is. En wellicht gaat er meer tijd zijn voor Isa dan dat we denken. Maar dat komt later wel. Wie weet kunnen we hier nog een keer op terugkomen. Want het is natuurlijk wel heel interessant. En we kunnen nog uren doorbabbelen. En ik heb nog 100 vragen voor jou. Maar eigenlijk 1000.
Dus ja, the show must go on. Ja, maar ik denk wel dat we mensen echt een beetje een kijkje achter de lach hebben kunnen geven. Ja. Een kijkje in hoe je nou wordt zoals wij dan zijn geworden. En dat dat niet opeens een dag was waarop je wakker werd en dacht, oh ja, nou, laat ik gewoon eens doodgaan. Dat vind ik wel leuk. Ja, nee, als dat zo zou zijn, dan werd het een gekke wereld. Ja, ik las vandaag, en daar schrok ik best wel van, dat het in de gedachten van mensen leeft, dat je, zeg maar, euthanasie verkiest, omdat je teleurgesteld bent in het leven, omdat het je geen geluk brengt. Wauw. De grootste misvatting ever. In ieder geval in mijn beleving is dat zo. Bij jou kan ik hem ook zo invullen dat dat niet zo is. Ja, misschien is het voor sommige mensen wel de case. Kan. Maar voor velen juist niet. Ik heb nog nooit gedacht, oh, laat ik nou alsjeblieft gelukkig worden. Laat me uit deze overlevingsstand. Haal me weg uit het verleden. Zorg dat ik niet iedere keer flauw val als mensen me aanraken. Ik denk dat dat toch best essentiële vragen zijn. In plaats van, oh ja, maar als ik nou niet gelukkig kan worden. Ja, en ik vind dat zo'n bullshit. Want concreet voorbeeld. Ik ben natuurlijk getrouwd met de man van mijn leven. Met Draakje. En ik was absoluut dolgelukkig met hem. Zelfs meer dan ik had verwacht dat mogelijk is voor een mens. En toch dacht ik toen, ik had het weliswaar niet uitgesproken, ik moet gaan. En dat had niks met hem te maken of met ons. Dat was gewoon die gevangenschap waar je in zit, het lijden. En ook nu komen de vragen nog steeds, hè, dat is vanaf dat hij is gestorven tot en met heden, dat mensen het steeds blijven vragen. Maar ja, wat als dit en wat als dat? En als je een nieuwe hobby vindt of een nieuwe liefde of... heb je me dan niet gehoord in de afgelopen 8 maanden? Nee, 9 maanden is hij nu. Het is nu 9 maanden geleden dat hij dan dat hartinfarct heeft gekregen. En in de jaren daarvoor heb je me dan echt niet gehoord. Maar ja, heel confusing, want je gaat er toch dan daardoor weer aan jezelf twijfelen ook. Dus heroverwegingen tot en met uiteraard, maar die zul jij ook wel kennen. Ja, ik bedoel, daarom heb ik nog geen definitieve beslissingen staan. Ja. Dus het is te duaal en het is ook, er moet zorgzaamheid in zitten in je besluit. En het is niet iets wat je doet en dat je zegt van nou ja, ik neem het even licht op. Het heeft zoveel meer te maken met, kan ik het nog opbrengen? Kan ik het nog opbrengen? Is er nog genoeg energie over? Is er nog genoeg waarde over om het aan te kunnen? Het is een energiespel. Precies, en ik geloof alleen in, ja, dan voor mezelf, kan niet voor jou invullen, maar in mijn geval geloof ik alleen maar in verlenging van tijd hier op aarde. Ik geloof niet in dat ik 80 word. Dat lijkt mij heel oud. Misschien een keertje 50, maar dat vind ik ook tyfus oud. Dat is voor mij over 5 jaar. Oké, nou, oma. Dat bedoel ik. Aan de andere kant, het draakje was 52 en hij gedroeg zich ook niet als een opa. Dus hij was meer een jeugdig speels kind wat dat betreft. Dus leeftijd zegt natuurlijk geen fluit. Wat was mijn punt nou? Oh ja, dat ik in mijn geval zou dingen alleen maar verlenging bieden. Wat die dingen dan ook zijn, maar ik denk echt aan verlenging. En het zou me heel erg verbazen als ik een natuurlijke dood sterf at some point, wanneer ik 70 of 80 of 60 ben. Het zou echt, dan zou ik echt denken van, yo, was dit nou weer? Dat zou de meest grote plotwending en magie zijn ever. Ja. Dus dat. Ik wil deze podcast in ieder geval afsluiten met een brief die ik aan je geschreven heb. Oh, help. Ja, we kunnen het ook gewoon laten hoor, dan doe ik het niet. Nee. Nou, dit is mijn knopje. Ik word te nieuwsgierig van dit soort dingen. Als iemand zegt, ik heb een brief voor je, dan wil ik weten wat erin staat.
Ja. Just go, shoot. Lieve Isabel, dank je wel dat ik zo dichtbij mee mag lopen. Een aantal maanden geleden wisten we niet eens van elkaars bestaan. Nog nooit eerder dezelfde paden bewandeld. Nog nooit eerder een ontmoeting. Zou het onder de andere omstandigheden ook zijn uitgegroeid tot een vriendschap? We hebben wel dezelfde zwarte humor opgedaan door de jaren reflecteren op onszelf en de schaduwkant die zich laat tonen. We schuwen deze kant niet en vertellen het als het opkomt. We zijn beide fan van Harry Potter. We houden van een beetje als schijnheilig op een randje lopen en we gingen heel veel therapieën aan. Avonturen met vrienden, familie en huisgenootjes. 7 maanden geleden hoorde ik jouw verhaal en ondanks dat het niet volledig mijn verhaal was, was het wel mijn oplossing. En dankzij jou heb ik daar toen voor het eerst over kunnen praten. Met angst en beven voor die reacties van anderen, maar wel in alle eerlijkheid. Ik heb mijn best gedaan om je te vinden en in september lukte dat. Ons eerste gesprek was een gesprek van herkenning en hoor, want ik gunde jou je pad en ik vond het moeilijk te weten dat ik zo'n lief persoon ook zou gaan verliezen. Jij voelde op jouw manier hetzelfde en wat we leerden op dat moment is tot op de dag van vandaag waardevol gebleven. Soms huil ik tranen om het gemis van jou en soms huil ik tranen omdat ik de beslissing nog niet kan maken. Je bent immers groots in het steunen van mij door te zeggen het is mooi zoals je het doet. Zoek het goed uit en wanneer je het weet, dan weet je het gewoon. Onze missie is in onze harten even groot. Die wachtlijsten, die moeten weg. Want al ben ik meer dan oké met je beslissing, ben niet oké met de weg van de dood. Ik had je een humanere weg gegund, een weg die je zou begeleiden en je dierbaren in dat mooie moment tot afscheid, want het einde is toch onherroepelijk. Ik strijd voor jou, voor mij en voor vele anderen die een vrije keuze willen maken voor euthanasie bij psychisch lijden. De vraag, zijn er nog behandelingen, is denk ik altijd met een ja te beantwoorden. Voor psychiaters die meeluisteren of lezen, ja, er is altijd nog een volgende ronde. Maar is de kracht er nog voor? Voor mij is het leven met mijn diagnose een ware veldslag voor mijn energie. En vaak wordt er niet meer gevraagd of je het kan opbrengen. Iemand die zijn hele leven zware arbeid doet, zeggen we ook niet na zijn pensioen door te moeten werken. Als er een verzadiging is in de behandeling met een chemotherapie of bij kanker, zeggen we ook niet nog een chemotherapie erbij. Ik vind het uiterst oneerlijk dat we iedere keer weer die mega-energielood moeten opbrengen voor vaak heel matige resultaten. Is hoop niet op sommige momenten de schaduw van de acceptatie? Want soms is de strijd op. Bij jou, Isabel, zie ik je strijd het einde naderen. Je wil gaan liggen, slapen, want als de oplossing er zou zijn, is de energie op. En ik snap je. Mogelijk beter dan de meeste mensen, want ik begrijp je gevoel van die put en het antwoord is de dood. Met pijn en verdriet sta ik naast je en strijdvaardig. Dit wil ik niemand op deze manier aandoen. Laten we alsjeblieft iets doen aan de wachtlijst. Laten we strijden voor euthanasie bij psychisch lijden en in de acceptatie gaan zitten en niet in de hoop. Behalve de hoop dat er makkelijker gebruik gemaakt kan worden van euthanasie bij psychisch lijden. Omdat de wachtlijst gewoon overzichtelijker moet. En dat traject ook minder ingewikkeld. Isabelle, je bent een hele lieve topper. Ook krachtig. En dat maakt dat je je nog zo lang hebt volgehouden. Pet je af. Het is jouw tijd en je zusje en man te knuffelen in de hemel. Isabelle, ik mis je nu al. Liefst Hansje. Nou. Weet je, het is dat ik emotioneel ontzettend op slot sta nu. Maar het zou hier één zwembad zijn. En ik vind dit hartstikke lief. Jij begrijpt me, denk ik, als geen ander. Nee, dat weet ik zeker. Jij begrijpt me als geen ander. Ja, ik ben even speechless. Ik vind het gewoon zo mega lief. En hoe dan ook. Je komt echt niet van me af, hoor. One way or the other. Als spook of wat voor een vorm dan ook. It ain't gonna happen. Ik blijf in de buurt. En ja. Ik vind het echt heel mooi dat je dit durft te zeggen. Dat je, nou ja, ik bedoel, wat je zelf zegt, emoties is een ding. En je hebt daar echt met gevoel iets verteld aan mij. Zo en voel ik het ik ook hou echt. heel veel van je. Ik ook van jou. Je bent echt een supergoeie vriendin. En je behoort tot de beste vriendencirkel voor mij. En ik vertrouw je echt, zeg maar, ik durf mijn hand in het vuur te steken. Dat jij altijd er zal zijn. Ook als ik ervoor kies om wel of niet te gaan, maar je zal er altijd zijn.
Zeker. En andersom is dat ook zo. Dus dan weet je dat. Je komt letterlijk en figuurlijk niet van me af. En dan kan je straks wel Nox willen roepen, maar dat werkt niet. Hoe dan ook, ik zal de brief in ieder geval in tekst ook aan je toesturen. Dus dan kun je hem nog een keer nalezen. Super, super, super lief. En als ik je nou een knuffel kon geven, dan. Nou, dat gaat sowieso trouwens überhaupt niet. Maar. Kijk, dat is heel irritant. Dus dan wordt het maar gewoon een virtuele knuffel. Ja, dat kan wel. Dus, en die wordt ook ontvangen. Ja. Hey, onwijs bedankt je wel voor deze, nou, met je billen bloot podcast onderdeel. Jij bedankt. Ik denk dat we hele mooie dingen hebben gedeeld. Ik denk ook dat mensen meer inzicht hebben, zowel in jou als in mij. Ja, en de vraag is voor mij dus niet: is er niet nog een behandeling mogelijk? Of is er voor mij is het gewoon: heb ik er de energie nog voor? En bij jou had jij de knoop al doorgehakt. Voor mij is er in ieder geval geen energie over om nog weer een keer een therapie te starten. Nee, voor mij ook niet. Dus ja. Dat, dus laten we hoog en fijn eindigen. Hoe doen we dat? Weet je, ik vind het nou wel leuk om een andere te zeggen. Ja? Ja, ik zeg hem wel en dan zeg jij voor mijn part Nox. Is goed. Oké, okay. Ik zweer plechtig dat we altijd snode plannen zullen houden. En ik ben het daar gewoon mee eens. Wat zeggen we nu? Hebben we nog een hele leuke? Ik weet het niet. Ik ben nou echt geblokkeerd als het gaat nu om Harry Potter. Weet Nou, dat? er is er nog eentje. Ik moet hem even oplezen van de muur. Want oh, dit is scherp brengen geluk. Oh, er is niks gevallen. Het gaat goed. Ik kan niet echt Harry Potteriaans, maar er staat. Dat is Latijn. Draco. Oh, nou dat kan toch helemaal niet. Draco dormiens nunquam titilandus of zoiets dergelijks. Ja. Dat dus. En voor de luisteraars, zoek maar op wat het betekent. Het heeft in ieder geval iets met een draak te maken. Ja, zeker. Nou, tot de volgende podcast, want we weten wel dat er nog een podcast aankomt die we gaan maken. Uiteraard. En wat ik al een beetje heb laten doorschemeren. Misschien komt er nog een ander updateje. Misschien ook niet. We shall see about that. We gaan in ieder geval door met ons eigen proces. Dag, schat. Ik zeg Nox. Nox. Nou, dat was het. Althans. Ja. Jee, dat was hem voor vandaag. Bij daar vinden wij iets van. Dank voor je tijd. Dat jij luistert wordt enorm gewaardeerd. Wil je ons steunen? Abonneer je dan op onze podcast. Laat een review achter en deel deze aflevering. Zo draag je bij aan de verspreiding van inzicht en empathie rondom dit thema. Als je na deze aflevering behoefte voelt om je eigen verhaal te delen, je mening te ventileren of gewoon te zeggen: hier ben ik, dit is mijn ervaring, bereik ons dan via info@natrauma.nl of bij Stichting KEA. Samen met Stichting KEA bouwen we aan een gemeenschap waar ruimte is voor elk geluid. Samen strijden we voor meer begrip en betere steun rondom euthanasie bij psychisch lijden. Als je steun nodig hebt, schakel dan professionele hulp in. Jouw welzijn is belangrijk. Tot de volgende keer. Blijf praten, blijf delen, blijf luisteren. Liefs, Isabel en Hans.